Gratis plastic tasjes zijn nu 4 dagen verboden. Als het goed is, krijgen we ze nergens meer mee. Maar kan Nederland een beetje uit de voeten met dat nieuwe verbod? Dat zijn we eens gaan vragen aan winkeliers en marktkooplui in Tiel. Ik vind het belachelijk. Mensen boodschappen en tassen in de hand meenemen, dat kan niet. Vind ik niks. Ik geef tas gratis. De regels zijn een beetje onduidelijk wat betreft aan onze zijde, want niet iedereen weet hoe het nu eigenlijk in elkaar steekt. Het is niet echt service, nee. Maar ja, het hoort erbij. Net met een peignoir, dat een mevrouw zegt, ik kan die peignoir toch niet onder de arm meenemen. En die mevrouw heb ik hem toch ook maar meegegeven, want wat moet ze anders. En dat mag niet, als de inspecteur het hoort, dan krijg ik een boete waarschijnlijk. Maar dat vind ik niet dat ik dat kan maken, dat die mevrouw zonder tas de deur uitgaat. Mensen willen geld verdienen gewoon. Ja, alles voor de geld draait. Niet voor de milieu.